Zusters en broeders, beste mensen allemaal, hartelijk welkom in deze eerste viering van het nieuwe jaar 2021. Het is dan ook gepast om ieder van u te verwelkomen en de beste wensen over te maken. Dat is voor dit jaar, zoals u wellicht gemerkt hebt, in alle wensen die mensen al hebben uitgesproken, niet zo moeilijk. Iedereen heeft het over een jaar waarin we elkaar een goede gezondheid toewensen. Dat willen we dan ook in deze viering doen. Mag het een mooi jaar zijn, een gezond jaar, een gezegend jaar, mogen we in dit jaar opnieuw de vreugde beleven om elkaar echt live te mogen ontmoeten. Wij mogen nu vandaag al op deze bijzondere wijze met elkaar verbonden zijn. Mogen we dat doen in het teken van God die ons hier samenbrengt. Wij die hier zijn, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ieder van u. Zusters en broeders, we hebben vandaag ook hoog bezoek. Ja, Jezus die was er al, sinds kerstmis in ons midden, maar we hebben vandaag ook drie wijzen die uit het oosten helemaal naar hier zijn gekomen. Wij zijn blij dat de drie wijzen ook onder ons zijn en wij het feest mogen vieren van de openbaring, de blijde boodschap van God die zich mag tonen aan de hele wereld. God wil alle mensen laten delen in zijn licht, zijn vreugde en zijn vrede. En zo wil Hij onze God zijn. Bidden we dan om ontferming en barmhartigheid en vergeving voor onze tekorten. Om alle keren dat we ons afkeerden van uw licht en niet uw wegen gingen. Om alle keren dat we nalieten vrede tot stand te brengen. Om alle keren dat we anderen en vreemden buitensloten uit ons hart, uit onze samenleving en uit onze kerkgemeenschap. En mogen die goede en barmhartige God zich dan over ons ontfermen? Mogen zijn licht over ons stralen, opdat we vrij zijn van angst en schuld, opnieuw zijn wegen gaan naar een nieuw en eeuwig leven. Amen. Amen. En mogen we dan ook Gods glorie uitzingen? Ik ben altijd blij dat de kersttijd niet stopt, de dag van kerstmis, en dat deze gloria nog even mag door blijven klinken. Oh.
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die er lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning God, almachtige Vader, Heer enig geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. En laten we bidden. Heer onze God, over alle grenzen heen hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard. De wijzen uit het oosten hebben uw ster gezien. De volken van de aarde hebben uw licht aanschouwd. Wij vragen u, laat uw Zoon ons voorgaan op onze pelgrimstocht naar u. Laat allen die nog niet geloven uitkijken naar uw licht en de weg vinden naar uw koninkrijk. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Zusters en broeders, het past in de kersttijd om heel vreugdevolle lezingen te mogen ontvangen. En de lezingen van vandaag hebben één gemeenschappelijk groot thema. Het licht dat in de wereld is gekomen, is niet bedoeld om in een kleine bescheiden kring te blijven, maar zal stralen voor iedereen in de hele wereld. In de eerste lezing horen we daarover de profeet Jesaja, die het prachtige beeld schetst van de zon die over Jeruzalem opgaat, maar haar licht verspreidt over de hele wereld en mensen van overal aantrekt naar dat centrum van de wereld. In de tweede lezing lezen we uit de brief van de apostel Paulus, waarin hij spreekt over de openbaring van Gods genade. In Christus zijn Joden en Heidenen samen erfgenamen van Gods belofte. En in het evangelie horen wij, zo had u al gedacht natuurlijk, het verhaal van de drie wijzen die komen en langs een andere weg weer terug naar huis gaan, maar niet zonder het licht te hebben ontmoet. Wij luisteren naar de eerste lezing. Uit de profeet Jesaja. Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. De glorie van de Heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerde de volken, maar over u gaat de Heer lichtend op. Zijn heerlijkheid verschijnt over u en volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Uw zonen komen uit de verte. Uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde. Uw hart zal trillen en zwellen. De schatten van de zee worden naar u toegebracht. De rijkdom van de volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken. Dromedarissen van Midjan en Effa. Alle bewoners komen uit Seba met goud en wierook beladen. Zij verkondigen de lof van de Heer. Thank you.
De tweede lezing komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Zusters en broeders, u hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade, die Hij mij, met het oog op u, gegeven heeft. Aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik al in het kort heb beschreven. Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie. We hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen. De Heer zal bij u zijn. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten. En ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Ze antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden die de herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijze en hij vroeg hen nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: ga een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aan hoor te hebben, vertrokken ze, en zie, de ster die ze in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden ze vervuld van overgrote vreugde. Ze gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria, en op hun knieën neervallend betuigden ze het hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Gods wegen gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken ze langs een andere weg naar hun land terug. Zo spreekt de Heer. Thank you.
zusters en broeders, met een kleine, lichte overdrijving zou ik zeggen dat dit een van de vieringen is in het jaar waar ik het meest naar uitkijk. En dan vooral naar die ongelooflijk schitterende eerste lezing. Sta op, Jeruzalem. De zon gaat over u op en de Heer zal zijn licht over u laten stralen. Ik vind dat een ongelooflijke, vreugdevolle, sterke, krachtige, geweldige boodschap. Het gaat over de opkomende zon en over opstaan. We hebben vandaag hoog bezoek, drie koningen zowel, koning Elias en koningin Marie en koningin Johanna. Beste dames en heer, staan jullie graag op? Ja? Hoe gaat dat als jullie wakker worden? Ben je dan ineens helemaal wakker? Of duurt dat een tijdje voordat je zachtjes aan zo wel wakker bent geworden? Dat duurt toch nog een beetje precies. Ja. Aha. Bij mij helpt het als de zon schijnt. Als ik wakker word en ik zie buiten de zon schijnen, dan ben ik drie keer zo snel wakker als op donkere dagen of wanneer er zo nog een beetje mist hangt. Wakker worden, opstaan. Dat kan een heel fijn moment zijn. Het is een beeld dat in de Bijbel vaak wordt gebruikt. Opstaan in vele betekenissen van het woord. En als we denken aan ons dagelijks opstaan, dan denken we ook misschien aan een vreugdevol moment, maar waar ook een paar valstrikken aan vasthangen. Het kan zijn dat je 's morgens wakker wordt en opstaat en bij jezelf denkt, oh, allee, weer een dag. Ja, zo'n dag, dat is niks, hè. Gisteren was er een, eergisteren, morgen nog een en overmorgen nog een. Er verandert eigenlijk op een dag niks. Of dat je nu opstaat of niet, eigenlijk heeft dat niet zoveel zin. Er gebeurt en verandert niks. Het kan ook zijn dat je in de omgekeerde valstrik valt en 's morgens opstaat en denkt, dit is de day, hè, van die day. Vandaag moet het gebeuren. Vandaag gaat alles en iedereen veranderen. Vandaag ga ik erin slagen. En de verwachtingen, de dromen voor die dag worden zo groot dat je misschien zelfs al moe wordt voordat een dag echt begonnen is. Wel, zusters en broeders, vandaag vieren we de openbaring van de Heer. Of drie koningen, zoals wij dat ook wel eens noemen. Of zelfs eigenlijk kerstmis, de geboorte van Jezus, zoals ze ook nog bij onze orthodoxe zusters en broeders vandaag vieren. Wel, ook naar die dag zou je op dezelfde misvattingen, manieren kunnen kijken. Je zou kunnen denken, och ja, kerstmis. Ja, het is elk jaar kerstmis, nietwaar? Volgend jaar zal het wel terug kerstmis zijn. Het is stopen in iets betere omstandigheden, maar voor de rest verandert er eigenlijk niks. Het zou ook kunnen dat je juist gespannen en met grote verwachting naar deze kerstmis hebt uitgekeken. Ja, nu gaat alles veranderen. En dan nu, een beetje later, al half ontgoocheld vaststellen dat de wereld toch maar met hele kleine stapjes vooruit gaat. Misschien, zusters en broeders, is het dat wat wij op dit feest van de openbaring elk jaar toch mogen vieren. Dat het feest van kerstmis wel degelijk begonnen is en dat het met kleine stapjes steeds weer verder en verder en verder verspreid geraakt over de hele wereld. En ik zocht, zusters en broeders, de voorbije dagen een beeld om daar iets over te vertellen. U kent het fenomeen als je een steen in een poel met water smijt, dan krijg je eerst zo golven en die golven die deinen verder uit. Je dacht, ja, dat is het. Het licht van kerstmis verspreidt zich over de hele wereld. Maar toen dacht ik, nee, er is iets mis aan dat beeld, want die golfjes van dat water, die worden altijd maar kleiner en kleiner en kleiner. Het is precies alsof de boodschap van kerstmis, als die aan het einde van de wereld komt, helemaal verdwenen is. Nee, dat mag niet. En toevallig zag ik deze week nog een wiskundige en ik vroeg aan haar, ik zeg, ken je ook iets van fysica? Wow, zegt hij een beetje, ja. Ik zeg, ken je niet zo'n beeld? Iets waar dat in het begin een golf vertrekt en in het begin is die nog niet zo heel sterk, maar naarmate dat die verder gaat, wordt er alleen maar groter en sterker en sterker. En het eerste wat ze zei was, een tsunami. Ik zeg, ja, misschien dat. Een tsunami. Maar dan niet, dacht ik direct, aan de verwoestende kracht die dat kan hebben. Maar juist een tsunami van vreugde, een tsunami van hoop.
En dan, zusters en broeders, vieren wij vandaag dat het licht van Bethlehem is vertrokken. Daar moet er niet meer aan twijfelen. Die steen in dat water, die tsunami, die beving, die is gebeurd. En waar we nu in zitten, is de periode waarin die boodschap, waarin dat blijde nieuws, waarin dat licht zich zachtjes aan verspreidt over de hele wereld. Zonder zijn kracht te verliezen, met juist steeds meer en grotere kracht, bereikt het in de geschiedenis, in onze wereld, alsmaar meer en meer mensen. Wel, zusters en broeders, wij moeten het licht dus niet uitvinden. Wat een geluk is dat. Kerstmis is een geschenk. God is in de wereld gekomen. Wij moeten dat niet meer maken of goedkeuren of verwezenlijken. Dat is al een hele grote opluchting. Wat wij wel mogen doen, dat is zelf op zoek gaan naar dat licht. Zelf de ster volgen om getriggerd te worden, geraakt te worden door dat vuur, door die warmte en het doorgeven aan anderen. Wij mogen wel andere mensen de weg wijzen en zeggen, kijk, daar is het, volg die sterren die jullie allemaal voor Kerstmis hebben geschreven om uit te komen bij dat licht. Daarom ook, zusters en broeders, hebben wij voor deze viering, de eerste van de maand, die, zoals we dat dan noemen, ook een kruispuntviering is, mensen gevraagd om daar een symbool voor te maken. Jullie hebben, wij hebben een aantal gezinnen gevraagd of ze voor het feest van de drie koningen niet een taart of een gebak iets konden maken. En dat konden delen met mensen rondom hen. U zal straks bij de mededelingen daar foto's van zien. Hoe het licht van Bethlehem zich zo verspreidt van hart tot hart. U weet immers dat wij in onze kruispuntvieringen proberen de gemeenschap wat sterker te maken, de banden tussen mensen te laten groeien. De tijd nu is daar niet zo gemakkelijk voor en toch, via zo'n kleine signalen, is dat een beetje gelukt. Er is ook nog een tweede symbool. Vandaag, 3 januari, vertrekt vanuit het bisdom in de kathedraal, u kan dat ook op de website van Kerknet zien, het licht van Bethlehem naar alle pastorale eenheden. Het is een tijdje geleden in Bethlehem zelf vertrokken, via Wenen naar Europa gekomen en vanuit Wenen verder verspreid in alle landen van Europa en zo ook in onze kathedraal aangekomen. Vandaag vertrekt het dan vanuit de kathedraal naar alle pastorale eenheden om van daaruit weer verder verspreid te geraken en zo verder en verder te gaan tot het feest van Pinksteren. Wij willen immers in dit jaar een link maken tussen Kerstmis en Pinksteren. Tussen dat vuur, dat licht dat met de geboorte van Jezus in de wereld is gekomen. Maar niet als een klein, fragiel theelichtje, maar als een warm en krachtig vuur, totdat het met Pinksteren helemaal openbreekt en de mensen zelf in vuur en vlam zet, omdat zij op hun beurt dat feest, dat licht, kunnen verder brengen aan de mensen om zich heen. En zo vieren we dan vandaag, zusters en broeders, het feest van de openbaring. Het licht is bestemd voor alle mensen in de hele wereld. En het komt van dag tot dag. En laten we dan maar proberen, deze dag, vandaag, er is maar één dag die geleefd en dat is vandaag, proberen om dat licht door te geven. Dat licht zijn warmte te laten geven, beleven, doorgeven aan de mensen om u heen. Mag het zo een zalige dag zijn, een mooi feest van de openbaring. Amen. En mag ik u dan uitnodigen om op te staan
en ons geloof uit te spreken in die God die zich aan ons heeft geopenbaard in Jezus in deze wereld. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. En mogen wij ons dan in onze voorbeden tot God richten en vragen dat Hij zijn licht ook over ons zou laten opgaan en laten stralen. Bidden we voor herders onder ons, de mensen die niet van tel zijn, maar die ons met hun levenswijsheid veel te leren hebben. Dat ze weten dat God ze graag ziet, mogen ze tot hun recht komen in onze samenleving. Laten we bidden. Bidden we voor koningen onder ons, voor hen die macht hebben, dat ze die macht altijd gebruiken voor het goede. En bidden we voor wetenschappers, mensen die wijs en geleerd zijn en die hun kennis ten dienste stellen van hun medemensen. Laten we bidden. En bidden we voor engelen onder ons, mensen die op vleugels van vrede door onze verscheurde wereld trekken, soms de wanhoop nabij, omdat de wereld doof blijft voor Gods boodschap. Sta hen bij, Heer, zodat ze volhouden. Laten we bidden. Bidden wij voor de kinderen dat ook zij de ster van Bethlehem zouden volgen, dat zij zoals de drie wijzen op zoek zouden gaan naar Jezus, dat ze zijn liefde mogen ontvangen en doorgeven aan elkaar. Laat ons bidden. Bidden we voor onze overledenen. We bidden voor de medegelovige parochianen van wie we de voorbije dagen afscheid hebben genomen. Voor Mimi de Kelver, voor Maria Bokstaal, voor Rus de Klein de Smeter. Bidden we ook voor onze medeparochianen van wie we de komende dagen afscheid zullen nemen. Voor Emilia Verhoeven, voor Hilda Verschuren, voor Albert Jos Vermeijren, voor mevrouw van de Kastelen, voor Jan Nuits, voor Annie de Meester, voor Jean Bergmans de Smet. Bidden we voor de intenties voor deze viering, voor het jaargetijde, voor Jetty Peters, August Vervliet, Emé Hessels, Eugenie Gods-Piret, en voor Wilfried Braat. Laat ons bidden. Bidden we voor alle intenties die we samen in deze viering mogen dragen. Voor onze kinderen, voor de jongeren, voor al wie deze maandag opnieuw naar school of naar het werk gaat. Om een goede levenssfeer, om gezonde omstandigheden,
om een fijn jaar, om elkaar te ontmoeten, te bouwen aan een goede wereld en veel samen te mogen leren. Laat ons bidden. Levende God, wij danken u dat gij ons op het spoor zet van een nieuwe wereld. Hou ons gaande op die weg naar uw koninkrijk van vrede en recht, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen. Wij hebben vandaag, we hebben het al een paar keer gezegd, de koningen onder ons. En de koningen die hebben gaven meegebracht naar het kindje Jezus. Vandaag gaan we ook nu in de Eucharistieviering het altaar klaarzetten en alle gaven aanbrengen. En als dat klaar is, ondertussen speelt er ook muziek, dan komen ook de koningen aan het woord die over hun gaven, die ze bij Jezus hebben gebracht, zullen vertellen. Dus beste koningen, ga maar al zachtjes bij Jezus staan. Neem jullie tekst en micro mee. Ondertussen maken we het altaar klaar en dan gaan we zelfs naar jullie luisteren. En zoals wij vandaag onze gaven hier voor God willen neerzetten, hebben we daar straks ook gezien dat de koningen hun gaven bij Jezus hebben gebracht. Beste koningen, mag ik jullie uitnodigen om te vertellen wat jullie bij Jezus hebben gebracht. Kleine Jezus, ik breng jou een gouden kroontje, want jij zal later koning worden van alle mensen. Dank je wel daarvoor. Kleine Jezus, ik breng jou wierook. Als je die in brand steekt, ruikt het heerlijk. Wierook is voor God. In jou is God tot bij ons gekomen. Dank je wel daarvoor. Kleine Jezus, ik breng jou mirre. Dat is een speciale zalf die een heel lekkere geur heeft. Die gebruikten ze vroeger voor mensen die begraven werden. Mijn geschenk zegt dat jij voor ons gestorven bent. Dank je wel daarvoor. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, van zijn heel zijn heilige kerk. Goede God, deze gaven hebben wij voor u meegebracht. Wil ze dan ook aannemen uit onze handen en in erkennen onze dankbaarheid voor uw komst in deze wereld. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. We zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal.
Vandaag hebt gij het mysterie van onze redding geopenbaard. Christus, het licht voor alle volken. Toen hij in ons sterfelijk lichaam is verschenen, hebt gij ons allen nieuw gemaakt door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbieden wij u, zolang er woorden zijn, en wij zingen u toe vol vreugde. God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn we uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend dan over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en het bloed mogen worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Want die laatste avond was hij met zijn apostelen aan tafel. Hij heeft toen brood in zijn handen genomen, u dank gezegd, het brood gebroken en gedeeld met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker en hij dankte u opnieuw en gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. En verkondigen we dan het mysterie van ons geloof. Trouw aan dit woord, goede Vader, gedenken wij dan Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. En wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitkijken naar zijn komst in heerlijkheid. Zend dan uw Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bieden we uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johan en aan allen die gij als herders en herderinnen in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk ik in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Vandaag bieden we in het bijzonder voor Jetty Peters, August Vervliet, M.E. Hessels, Eugenie Godspiré en Wilfried Braat. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, de heilige Jozef, haar bruidegom, de heilige Caspar, Melchior en Balthazar, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank
door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Beste drie koningen, nu zijn we blij dat jullie hier zijn. Nu mogen jullie nog van alles doen eigenlijk. Hè? Ja, ga maar eens terug in de richting van dat stalletje. Voilà. Zo. Zeg, misschien hebben jullie in de gezinskerstviering wel gezien dat er toen ook kinderen en de mama bij Jezus hebben gestaan met onze vader. Weet jullie nog? Ja? Toen hebben ze een klein kringetje gevormd, allemaal naar elkaar kijkend. Maar vandaag vieren wij bij het feest van de openbaring dat het licht van Jezus verspreidt naar de hele wereld. En dus zou ik jullie willen vragen, misschien mag koning Elias aan de kant van Jozef gaan staan en koningin Marie en koningin Johanna aan de kant van Maria gaan staan. En dan zo met een halve cirkel te maken met dus de heilige familie, maar open naar de wereld, opdat het licht van Jezus zich verder zou mogen verspreiden. Ja, verstaan? Jullie mogen elkaar een hand geven, hè? Je bent van dezelfde bubbel. Hè? En dan, niet oversteken, Johanna. Dus aan die kant blijven, zo. Dan is het open naar alle mensen die verbonden zijn met ons, die wij vandaag samen dat licht van Jezus mogen ontvangen. En mogen we dan ook zo samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Licht en vrede. Dat zijn in deze dagen rond kerstmis wellicht de meest gehoorde en meest gesproken woorden. Om die vrede willen wij nu vandaag bidden. Heer Jezus, als een kind van licht zijt gij ons geboren. Om mens en God met ons te zijn. Om ons te leren wat echt leven is. Schenk ons daartoe uw vrede, dat wij in vreemden onze naasten herkennen en gaan samenleven in liefdevolle verbondenheid alle dagen van ons leven. Mag die vrede van de Heer dan ook altijd met ieder van u zijn. En met uw geest. En misschien, beste koningen, mogen jullie nu eens goed wuiven, omdat die vrede mag doorgegeven worden aan de hele wereld. De vrede van de Heer zijn met u. En geef ze, zwaai ze maar door aan elkaar. Zalig en gelukkig zijn wij, zusters en broeders, die uitgenodigd zijn aan deze maaltijd. Zie het gebroken brood. Zie Jezus Christus, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. En laten we tot slot bidden. God van mensen, een ster aan de hemel, heeft de mensen ertoe gebracht in beweging te komen. Wij bidden u, maak ook ons ontvankelijk voor de tekens die gij ons geeft. Leer ons wandelen in uw licht naar het voorbeeld van Jezus. Hij is en blijft voor ons licht van u uit, leidsman ten leven voor tijd en eeuwigheid. Zusters en broeders, vorige week heeft u de mededelingen gemist. We hadden helaas een klein technisch probleem. We hopen dat dit keer de viering helemaal ten einde toe kan lopen. Ik heb 5 mededelingen. De eerste, even een korte terugblik. Afgelopen dinsdag was een feestelijke dag voor 116 gezinnen uit Mortsel. Want in een ecumenische actie, samen met de andere christelijke gemeenschappen van Mortsel, hebben we aan meer dan 400 mensen mogen een feestpakket bezorgen voor deze dagen. Met een cadeautje, wat drank, soep, hapjes, een
koffiekoek en zo verder. U vindt op Facebook daar nog een heel mooi filmpje van, om te laten zien dat wij als christengemeenschappen toch dat licht ook echt willen doorgeven en samen willen vieren met de mensen om ons heen. Niet alleen de voorbije week met mensen die in moeilijkere omstandigheden leven, hebben we dat gedaan, maar ook nu voor het feest van de Openbaring, Drie Koningen. Het kan toch geen Drie Koningenfeest zijn zonder gebak van Drie Koningen. En wij kijken eventjes of we daar de beelden van kunnen te zien krijgen. Ja, hier ziet u dus de taarten of het gebak van Drie Koningen dat gedeeld wordt met mensen rondom ons om dus symbool te staan voor dit feest van de Openbaring, waarbij het licht zich verspreidt rond de mensen rondom ons en wij zo eigenlijk die hartelijkheid, die warmte met elkaar, met mensen willen delen. Als u deze beelden ziet en denkt, oh, en ze hebben dat niet aan mij gevraagd, ik wou dat ook keigraag doen, doe gerust. Ja? Maak een Drie Koningen gebak. Je hebt nog tijd tot de woensdag met gemak, dan is het pas echt 6 januari. Deel het met mensen om u heen, maak er een foto van en stuur die foto bijvoorbeeld naar pastoor.tomschelkes@gmail.com en we zetten ze op onze Facebook om te laten zien hoe het licht zich verspreidt, hoe de warmte van onze gemeenschap mag groeien. Hartelijk dank aan alle gezinnen die hier al aan hebben meegewerkt. Dan morgen, of vandaag, zondag 3 januari, is het de derde Emmauswandeling. Wij verzamelen opnieuw om 14:30 aan de kerk van Sint Antonius. Vorige week hebben we daar binnen kunnen zitten en zijn dus een groepje ook in de basiliek. Het was daar aangenaam warm. Dus als u morgen denkt van het weer is toch maar zo, we zullen wel zien. We verzamelen aan de overkant van de straat, aan de parking, aan Sint Antonius. We zullen wel een beetje zien en elkaar daar ontdekken. We gaan met elkaar in gesprek over het evangelie van deze zondag. We maken wat kennis met elkaar en we wandelen of zitten coronaproof op afstand van elkaar. Nu ook morgen of vandaag, heb ik u daar straks al gezegd, vertrekt het licht van Bethlehem uit de kathedraal naar alle pastorale eenheden. In de loop van de week zal dat overal toekomen. Volgend weekend in deze viering zal u dat dan ook hier in de viering zien aankomen. De standplaats voor ons licht van Bethlehem zal in de grot bij de basiliek in Edegem zijn. U gaat er in ieder geval nog meer informatie over krijgen. En dan op zondag 17 januari, dat is binnen 2 weken, gaan we voor een experiment. Nogal wat mensen vinden het bijzonder jammer dat wij elkaar alleen zo live kunnen en mogen ontmoeten. Sommige mensen zeggen, ja maar, je mag toch met 15 mensen bij elkaar komen? Dat klopt. De kerstdagen waren niet echt de ideale periode voor een experiment, want dan zijn we normaal met veel te veel om dat in groepjes van 15 op te splitsen. Maar in het weekend van 17 januari willen we dat toch eens uitproberen. In alle kerken van onze pastorale eenheid zal er die zondag, of zullen er, op sommige plekken zullen er zelfs 2 tegelijk zijn, vieringen worden aangeboden. Let op, het is verplicht om op voorhand daarvoor in te schrijven en dat zal telefonisch gebeuren. U zal in het parochieblad van woensdag 13 januari bij de kerken ook de telefoonnummers vinden van de personen waar u terecht kan om een plaatsje te vragen. We zullen ook aan de parochies vragen om het uit te hangen aan de kerk, zodat u daar ook de gegevens dan kunt vinden. Mocht de viering waarvoor u belt al volzet zijn, niet getreurd, misschien eens bellen of informeren naar een andere kerk in onze pastorale eenheid. Het zou kunnen dat daar dan nog andere plekjes vrij zijn. Het is een experiment. Niemand weet eigenlijk exact hoe groot de nood is of de roep om te kunnen en mogen samenkomen. Dus we gaan daar proberen uit te leren hoe dat bij u, bij ons allemaal leeft en hoe dat loopt of niet loopt en wat we daar eventueel in een verdere toekomst nog mee kunnen doen. Maar dat is dus voorlopig nog afwachten. Voorlopig staat enkel het experiment van zondag 17 januari op de planning. Voilà, dat waren al 5 mededelingen. Ik kijk even of er nog iemand aan een bepaalde mededeling denkt die we nu dringend moeten meegeven. Hebben de koningen nog een wijze boodschap meegebracht? Nee? Gaan jullie nu terug naar het oosten? Ja? Oké. Okay.
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft, ja, dat het licht in de wereld is gekomen en dat wij heel blij zijn die vreugde en dat licht met de mensen te mogen delen rondom ons. Zeg het ook maar aan koning Jeff, aan koningin Juliette en aan de mama. Die gaan er ook blij mee zijn, hè? Voilà. Hartelijk dank aan iedereen van u, aan de muzikanten, zangers, koningen, lectoren, technici, om deze viering alweer te willen verzorgen. De wijzen kozen een andere weg om naar huis te gaan, omdat het bezoek aan de kleine Jezus hen veranderd had. Ik hoop dat dat ook met ons mag gebeuren, dat wij ons laten raken door dat grote geheim van Gods liefde en dat wij andere wegen mogen inslaan. De Heer zal bij u zijn. Mogen dan de zegen van die goede en barmhartige God ons zegenen en begeleiden op die weg, Hij die voor u is, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaan we dan allen heen in de vrede van Christus.